zou misschien niet denken, maar de vragen rondom treinen stromen nog altijd massaal binnen. En daar zijn we natuurlijk voor, hè, met de leukste treinkers van Nederland. Vandaag hebben we weer één zo'n vraag centraal staan, op Utrecht Centraal. Drie antwoorden zijn er mogelijk, maar één ervan is de goede. Dus jij moet raden welke dat is. Quizmaster van vandaag is Mustafa, live van Utrecht Centraal. Wat is je functie? Ik ben teammanager. Ja, en ik ben vandaag aan het begeleiden. Collega aan het begeleiden. Aansturen. Ja, klopt. Coachen. En daarnaast dus Quizmaster. Wat is de vraag? De vraag is waarom bepaalt de NS-app of een overstap wel of niet haalbaar is? Ja, ik kan toch ook gewoon kaart rennen? Ja, maar wat is reëel? Ja, that's the question. Succes! Ja, 5 minuten overstappen, dat lukt natuurlijk wel. Dus dankjewel, app. Nou, we willen dat mensen zo rustig mogelijk kunnen overstappen. Dus ook tijd hebben om nog even een kopje koffie te halen en geen stress hebben. Op deze manier verspreiden we de drukte. Want als iedereen zou rennen, krijg je chaos. De NS-app die zorgt ervoor dat extra tijd wordt ingelast. En zo voorkom je veel rennende mensen. De NS houdt rekening met de gemiddelde loopsnelheid van de reizigers, zowel als ouder als kind. Dat kan per station verschillen. Daar komt een gemiddelde looptijd uit. En aan de hand daarvan wordt de juiste overstaptijd berekend. Ik kan me voorstellen dat jij deze video lekker thuis warm op een bank kijkt. Abonneer je dan meteen eventjes op het YouTube-kanaal. Ik denk A. Nou, dat geloof ik niet. Wat gelooft u niet? De laatste dus eigenlijk. Hè. Dus, want als je niet goed kunt lopen, net zoals ik moet 10 perrons verder, nou, dat red ik heel vaak niet. Nee. Dus, nee. Dan heeft u niet echt het gevoel dat dat een gemiddelde tijd is? Nee, dat is zo. Ik denk toch wel, jeetje. Sowieso geen antwoord A, dus ik denk B. Oké, dus, maar welke zou het dan wel zijn? Nou, ik geloof geen één van de drie. Dat het B is. Ja, wat, hoezo? Nou, ik denk dat NS wil voorkomen dat de mensen allemaal tegelijk het perron oplopen. Het kudde-effect. Ja. Ik denk misschien logistiek, dus B. Ik denk dat het iets met logistiek te maken heeft. Oké, Mustafa, verlos ons. Wat is het goede antwoord? Nou, wij houden bij de NS houden we rekening met de loopafstand. En dan nemen we de kinderen in mee, de ouderen. Dus mensen hebben ruim de tijd om de overstap te halen. Dus eigenlijk pakken jullie gewoon een gemiddelde? Wij pakken de gemiddelde, dat klopt. Dus die reisapp geeft dan wel een goede verwachting? Ja, klopt. Een goede indicatie. Dus het heeft niet echt zin voor mij om dan een kaart te gaan rennen? Nee, als je keurig niks op tijd bent, dan heeft het geen nut, nee. Goed om te weten. Niet meer rennen. Nou, hier in Utrecht koos niemand voor het antwoord C. Ik hoop dat jullie het thuis toch wel even iets beter hebben gedaan. Laat maar weten. Dat was het. Doei!